Dat was Shepherd Grove. Wordt mooi gezongen, ja. Mooie muziek gemaakt. En ja. Ik ben benieuwd wat je van de uitdaging hebt gemaakt. Godsverliefde kind. Je gaat al zo zelfverzekerd zitten. Vind je dat? Ja? Vind je dat? Ik heb iets. Nou. We gaan het proberen. Ja. God heeft mij gemaakt. Ik ben niet per ongeluk ontstaan. God heeft mij gewild. En hij noemt mij zelf zijn kind. Ik ben van hem en hij is van mij. Ik ben van hem en hij is van mij. Hij heeft mij gewild en hij noemt mij zelfs zijn kind. Ik ben echt onder de indruk. Ik vind het toch wel ongelooflijk dat je dat zo in je hoofd laat ontstaan, dat de muziek erbij komt. Hoe werkt dat? Het is sowieso een talent, denk ik, wat je hebt gekregen. En het is het vermogen om iets onder woorden te brengen van Gods hart. Of iets wat je zelf vindt of beleeft of ervaart. Ja. En natuurlijk, het is ook ervaring. Ik doe het al een tijdje, dus dat leer je ook een hoop van. Ja. Maar het is gewoon maar doen. Ja. En dan vloeit het. Ja. Ik vertelde over de jongerendag dat je daar zong. Ooit was een vriend van jou, mocht de muziek leiden op de Eeuwjongerendag. Ja. En daar had je best jaloezie en wrok over. Ja, dat klopt. Ja, ik was al twee keer gevraagd om auditie te doen voor de Eeuwjongerendag, voor het bandje. En de eerste keer was nog heel jong en toen werd iemand anders en dat was maar goed ook. En de tweede keer dacht ik, maak wel een kansje. Ik vond mezelf, ik kon wel wat, dacht ik. En, maar dat werd hem niet. Daar baalde ik wel van en dat kon ik niet zo goed tegen. En dus sprak ik op een bruiloft van een muzikant waar heel veel muzikanten waren, dus dat is een klein wereldje. En ik sprak zo'n gast en die zegt, ik ga ook meedoen op de Eeuwjongerendag. En ik zei, oh leuk, wat leuk voor je, wat tof. Maar van binnen dacht ik, wat is dit nou weer? Ik vond het stom, want hij was helemaal niet een worship leader of zo, of een aanbiddingsleider of een muzikant. Hij stond er helemaal niet onbekend. Ik kon dat veel beter. Ja, dacht je. Dacht ik. Ja. Dus daar moest ik toen wel even mee aan de slag met die houding. Misschien was dat ook wel de reden waarom ik er nog niet stond. Om daar even iets meer los van te komen. Dat het niet zozeer om mij gaat, maar... Nou ja, dat zijn leuke processen. Dat denk ik vast. Ja. Maar laten we even beginnen bij het begin. Je komt uit een gezin uit de Achterhoek. Ja. Muziek werd bevorderd in jullie gezin. Je komt uit een christelijk gezin. En toen je gitaar kreeg, toen brak er wat. Niet alleen de snaren, maar ook bij jou. Ja. Ja, nou, het heeft wel even moeite gekost. Mijn moeder heeft al, zeker toen ik de beginjaren les had, heeft ze me wel echt moeten stimuleren en moeten aanmoedigen en oefenen. Want ik betaal niet voor niks lesgeld, hè. Maar ze had ook wel door van, die jongen heeft wel talent. Dus ze heeft dat wel flink gestimuleerd met een kookwekker. Elke dag een half uur oefenen. Oh, tot huilens toe soms. Ja. Maar uiteindelijk kom je op een punt dat je echt een beetje wat kan. En dan wordt het echt leuk. Ja. En dan ontdek je van wauw. En voor het wist was ik 15, 16, zat ik uren per dag op mijn kamer lekker gitaar spelen met bandjes, hè, cassettetapes mee te spelen of cd's later. En dan voel je van dit is gaaf, dit is het. Ja. Ik was op de Eeuwjongerendag en ik moet je zeggen, ik was echt, hè, het thema was vrees niet, fear not. Ja. En ik was echt geraakt door wat daar gebeurde bij die tienduizenden jongeren. Door de manier waarop je zong en wat je zei. Wow. Zullen we even naar een stukje kijken? Ja, is goed. Want dan zien we jou in actie. Ja. Yeah.
Wat een prachtig lied. Zelf geschreven. Wat wil je daarmee zeggen en overbrengen? Het is gewoon een soort overwinningslied van, hé jongens, het is groot nieuws. Jezus is gekomen om te redden. Ja. En met een beetje een stoere houding. Iets van de stoerheid van God en ook van we zijn kinderen van God en we hebben... Jezus heeft gewonnen, weet je wel. Wow, dan mogen we uitjuichen, uitzingen. Ja. Ja, dat mag wel met een beetje power, denk ik. En dat vind ik heerlijk om met zoveel jongelui te mogen doen. Ja, Bobby Schuller, die zometeen gaat spreken, is van jouw leeftijd. Die spreekt over een van de namen van God. Ik ben je benier, ik wil je de overwinning geven. Ja. Nou klinkt dat nogal militaristisch. Ja, maar het is niet, als je aan een overwinning van Jezus denkt, is dat niet met soldaten en gemarcheerd. Dan is dat de overwinning van liefde over dood en over verslaving en over angst. Dus het is op een heel ander niveau, denk ik. Maar het is wel overwinning. Ja. Nou ben jij het symbool van moderne, eigentijdse gospelmuziek. Ja. Het zingen tot eer van God. Muziek, dat komt heel vaak in de Bijbel ook voor. Ja. Hè? 3000 jaar geleden schreef David Psalm 150. Ja. Looft hem met bezuinige klank. Geeft hem eer, bewijst hem dank. Ja. Looft hem met de harp en luid. Looft hem met de trom en fluit. Looft hem op uw blijde snaren. Ja, ja, mooi, ja. Hè? Ja, nou ja, precies. Ja. Dus muziek in de Bijbel is heel belangrijk. En muziek is cruciaal, denk ik zelfs, in het leven van een christen. De kerk zingt al zolang ze bestaat. En dat zal het ook blijven doen. Omdat er gebeurt iets. Als we samen zingen, als we samen aanbidden, we ontdekken daarin wie God is. We worden weer herinnerd aan het verhaal van Jezus. We zien de dingen opeens in een ander perspectief, omdat we vanuit misschien zijn ogen kijken naar de situatie, naar de wereld, naar onszelf. We ervaren iets van zijn aanwezigheid. En we zingen ook tot elkaar. Dus het is ook ter bemoediging van de kerk, van je broers en zussen. Je zingt ook in de Mozaïek, een bekende jongerenkerk in Veenendaal. Wat jouw doel is om jongeren in hun geloof te laten groeien. Ja. Wat leuk vind je dus dat heel veel jongeren ook naar Out of Power kijken. Nou, dat is zeker zo. Nou, ik word altijd geraakt opnieuw. En dat is ook de reden waarom ik muziek maak. Als iemand geraakt wordt door de liefde van Jezus. Als je dat ziet gebeuren en Jezus komt binnen bij iemand als het ware. Dan begin je zo te stralen. Ja, maar dat is het mooiste en grootste wonder wat er kan gebeuren in een mensleven. Ik heb het zelf ervaren. Ik was 12 dat ik in de kerk zat en dat er gezongen werd. En dat ik het opeens voelde. Dat opeens in mijn lichaam, in mijn hart het voelde. Die liefde, de warmte. En dat ik opeens dacht, hé, het is echt. En als kind, ja, je neemt het aan van je ouders, je gelooft het. En opeens voel je het van, maar het is echt zo. En in de jaren die volgden, ook door moeilijke periodes. Welke moeilijke periodes? Nou, het is een heel diep dal geweest nadat ik een relatie had wat uitging. Dat ging vrij dramatisch uit door mijn eigen schuld. Dat was heel pijnlijk en heel verdrietig. Ik weet nog dat er vrij kort erop ik een hele bijzondere ontmoeting met God had. Die zei van, hé, maar ik ben er nog steeds. En er is nog steeds hoop en er is nog steeds herstel. En ik ben er nog steeds voor. Je bent nog steeds mijn kind. Wat je net zo, geliefde kind. Ja. Ja. Hoe blijf je geloofwaardig? Door jezelf te zijn. Ja? Ja. Wees maar gewoon lekker jezelf. Ja. Dat snappen mensen het maar beste. Maar geef je dat compliment, dat zie ik ook. Als ik jou hoor zingen, dan raakt het mij ook. En dat breng je in je liedjes. Zoals een mooie cd van jou, Favor heet dat. Ja. Met onder andere het bekende Love Revolution. Daar ben je ook mee begonnen met die tournee. Ja. Je hebt binnenkort een serie huiskamerconcerten. Leuk. Ja, daar zitten we nu middenin, inderdaad. Ja. En heel tof. Ja, stukken 25 concerten door het hele land. In huiskamers, kerkzaaltjes, jeugdhonken. Dank voor je gesprek. En ik heb je gevraagd om met een lied af te sluiten wat zelf heel veel voor jou betekent. Ja, ja. Je mag het zelf introduceren. Dit is een lied wat het oorspronkelijk in het Engels geschreven. En we nu vertaald naar het Nederlands. Maar dit is heel goed gelukt, denk ik ook. En het heet Hier bij u. Ik heb liefde gezocht. Liefde die me verloor. Telkens dacht ik dat ik het had, maar steeds weer schoot het tekort. Totdat ik u hier vond. Nergens vind ik liefde zoals hier bij u, hier bij u. Nergens vind ik liefde zoals hier bij u. Niemand die mijn hart verovert, zoals u.
Zoals u nergens vind ik liefde zoals hier bij u. Zo vaak maak ik iets stuk. Zo vaak ben ik gevlucht. Maar u roept me bijna nu, brengt me steeds opnieuw bij u terug. Steeds weer brengt u me terug. Nergens vind ik liefde zoals hier bij u, hier bij u. Nergens vind ik liefde zoals hier bij u. Niemand die mijn hart verovert, zoals u, zoals u. Nergens vind ik liefde zoals hier bij u. Oh, hier bij u. De liefde, die sterren. Zelfs de dood voorgoed verslagen, leeft in mijn hart. Nergens vind ik liefde zoals hier bij u, hier bij u. Nergens vind ik liefde zoals hier bij u. Niemand die mijn hart verovert, zoals u, zoals u. Nergens vind ik liefde zoals hier bij u. Hier bij u. Hoi. Ik vind dat het prachtig om een huiskamerconcert te hebben. Mm. En je hebt volledig, door dat mooie liedje aan het begin, wat je zo spontaan hebt geschreven, deze mooie teksten verdiend. Ik hoop dat je een mooi plekje kunt geven. Ja, gaaf. Geweldig. Dankjewel. Ik hoorde van Henry Nouwen jou wel bekend. Ja, maar ja. Ik heb nog meer. Bobby spreekt nu over het thema van God. Ik ben de namen van God. Mm-hmm. Ik ben God bij zijn naam kennen. Prachtig boek met heel veel mooie foto's en een uitleg van de namen van God. Wauw, gaaf. Geweldig. Alsjeblieft.